Er was eens een man en hij ging naar de kleermaker. En hij liet een kostuum maken op maat. En het stond hem perfect. Met een goed gevoel ging hij naar huis. En hij liet het zijn vrouw zien. Hij zei, kijk, ik heb een pak laten maken op maat. En zijn vrouw zegt, ik wil je pret niet bederven. Maar het zit niet goed. Je schouders trekken zo. En hij denkt, verrek, hij gaat weer terug. Hij zegt, moest luisteren, het zit niet goed, die schouders trekken zo. Ja, zegt de kleermaker, daar kan ik niks aan doen. Je ene schouder is gewoon lager dan de ander. Inderdaad, het zit goed. En hij laat het zijn vrouw zien. Hij zegt, kijk, nu zit het wel goed. Nee, zegt zijn vrouw, het zit nog steeds niet. Die pijpen zitten niet gelijk, het zit gewoon niet goed. Hij gaat weer terug. Hij zegt, moest luisteren, het zit nog steeds niet goed. Die pijpen zitten niet gelijk, het zit niet goed. Ja, zegt de kleermaker, daar kan ik niks aan doen. Je ene been is gewoon korter dan de ander. Inderdaad, het zit goed. En hij laat het zijn vrouw zien. Hij zegt, kijk, nu zit het wel hartstikke goed. Nee, zegt de vrouw, zie het zelf dan niet. Voel je het dan niet? Je ellebogen zitten hartstikke wijd, het hangt. Hij gaat weer terug. Hij zegt, moet je luisteren, ik heb een zeur van een vrouw, maar ze ziet het allemaal. Het zit nog steeds niet goed. Die ellebogen zitten hartstikke wijd. Het hangt. Ja, zegt de kleermaker. Dat heb ik bewust gedaan. Dan heb je enige bewegingsruimte in je ellebogen. Oké, zegt de man. En hij gaat naar huis. En hij loopt langs een bank waar twee mannen zitten. Zegt de een tegen de ander. Moet je kijken, wat zielig, hoe die man erbij loopt, zegt de ander. Inderdaad, wat sneu. Maar hij heeft wel een goede kleermaker. Kijk, kijk, en daar ben ik nou zo bang voor. Dat ik me zo aanpas, naar alles wat ik moet. Naar alles wat er van mij verwacht wordt. Dat ik me zo aanpas. En dat ik uiteindelijk zo'n jasje word. Een jasje wat aan de buitenkant goed zit. Maar waarvoor je van binnen in allerlei bochten moet wringen. Weg met de lijstjes. Weg met de verwachtingen. Weg met de lijstjes. Ik zit midden in een verbouwing. Mijn aannemer noemt het een verbouwingtje. Ik niet. Voor mij is het een hele grote verbouwing. Ik heb een eigen huis gekocht omdat ik dacht, in mijn eigen huis kan ik hoe dan ook geen vreemde zijn. Want ik ben thuis. Maar mijn huis wil maar niet mijn huis worden. Het is nu nog het huis van de aannemer en de mannen die hij in dienst heeft. Er zijn mensen die dit soort mannen mannetjes noemen. Ik vind dit hele aanwezige mannen in mijn huis. Ik loop in mijn eigen huis in de weg. Dat merk ik ook. Als ik wat vraag aan zo'n man, dan heeft hij zichtbaar last van die vraag. Dat zegt hij ook min of meer. Als ik zeg, meneer, mag die knop daar in plaats van daar? Dan zegt hij, maar dat is standaard. Wat is standaard? Nou, dat die knop daar zit en niet daar. Ja, maar ik wil dat die knop daar zit en niet daar. Ja, maar dat is niet standaard. Ja, maar dat maakt mij niet uit. Dat wil ik. Ja, maar dat wil niemand. Ja, maar dat wil ik. Ja, maar dat is niet standaard. En dit gaat heel lang zo door. Net zolang wanneer ik bijna overspannen ben, plaats zijn toch daar waar ik hem hebben wil. En dan zeg ik op mijn allervriendelijkst, meneer, vindt u niet dat die knop daar fantastisch staat? Kan mij niet schelen, het is uw huis. Wat hoor ik hem dat graag zeggen. Het is inderdaad mijn huis en mijn niet standaard knop. Je moet er wat voor over hebben om geen vreemde in je eigen huis te zijn. Je moet er wat voor over hebben.